vandaag de 2-meter-sessie van de Australische groep In Excess. En ze hebben er weer eens geen half werk van gemaakt. Want de vrachtwagen die heeft meer dan 45 flightcases uitgebraakt. En onze geluidstechnicus Han Nuiten zal alle 10 vingers aan zijn beide handen nodig hebben om het tot een goed einde te brengen. De tourmanager heeft zelfs zijn eigen kantoor opgesteld. Een kantoor op wieltjes wel te verstaan. In de studio 8 bandleden, 4 cameramensen en 1 presentator. Dat wordt dus dringend geblazen. Het is de eerste keer dat we In Excess in de 2 meter studio hebben. De laatste keer dat ze in Nederland waren was in 1993. Hi guys. 1993, you played in Paradiso. In Paradiso stond er toen zo ontzettend veel apparatuur opgesteld dat iedereen dacht dat het op zijn minst voor een Kuipconcert was. Maar de band wilde per se met alle apparatuur spelen die ze bij zich hadden en dat gebeurde dus ook. 50 minuten later sprongen de stoppen door en was het heel lang, donker en vooral ook stil in Paradiso. It's the first time that you're back in Holland. Yeah, since the Paradiso. Yeah. Yeah. So what are you gonna do today? We're gonna be playing, what, 6 songs, guys? Yeah. A couple of new songs and a couple of older ones that everybody knows. Yesterday evening you played in Brussels. Yeah, last time we played in Brussels, so had a big party there. It was great. So same gear and a lot of gear again. Yeah. Some headphones. Some headphones. Some not. So what are you going to do now first? I'm going to start off with a brand new song called Just a Man. Okay, In Excess live in the 2-meter sessie.
How's cans for everyone? Just perfect. Who are wearing them? And then it all went pear-shaped. Okay, wait. I am. You ready? Shirley, are you Shirley ready? I know it's a bit late now, but Mike. Michael. Yeah. Remember when we did the VH1 gig in Aspen? Yeah. And on the you used to go, hey, elegant wasted. You do the whole. Gucci, Gucci man. I want to be a Gucci man. Amsterdam. Amsterdam.
accident. Scoring, scoring downtown. A grand, who am I? Stop playing the drums, guys. Right?
So why